Sven, gefeliciteerd allereerst met de 3 punten vandaag. Assist, goal. Was een lekkere wedstrijd voor jou, denk ik. Ja, zeker. Het was een hele fijne wedstrijd. Sowieso belangrijk om op dit moment gewoon een goede overtuigende overwinning te boeken. Dus daar zijn we heel blij mee. Na 8 minuten lag je erin. Had je meteen het idee dat het onside was? Want de VAR ging natuurlijk nog even kijken. Nee, ik had wel het gevoel dat het kiele-kiele zou zijn. Maar ik heb net het beeld een beetje teruggezien. En ja, volgens mij was het precies op het randje. Dus dat is top, ja. Gewoon, dus goed gelopen? Ja, ja, denk het wel, ja. Het werd ook wel eens tijd voor een goal, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb het met de trainer veel over gehad, over die tweede paalloopactie. En dat hij nu valt, dat is extra fijn. Ja, snap ik. Uiteindelijk wordt het pas na rust 2-0, op aangeven van jou. Ja, klopt. Ja, dat is fijn. Ja. Was het een goede bal of moest Michael nog wel zijn best doen om hem af te maken? Nee, ik denk dat Michael al het werk deed. Ik denk dat ik alleen de paas goed op zijn rechterbeen gaf en dat hij gelijk vooruit kon aannemen en kon schieten. En dat deed hij, fantastisch. Uiteindelijk lopen jullie uit naar 3-0. Had je het gevoel dat het heel makkelijk ging vandaag? Zo oogde het in ieder geval. Was dat op het veld ook merkbaar of bleef hij dat anders? Nou ja, tuurlijk. Je had wel het gevoel dat we het overwicht hadden. Alleen, ik denk dat Matthew ons fantastisch redt net voor rust. Ik denk als hij die bal niet pakt, dan wordt het misschien nog een hele andere wedstrijd. Dus dan moeten we de tweede helft nog heel veel gas gaan geven om die goal weer te gaan maken. En nu maak je snel die 2-0 en dan maak je ook de 3-0. En dat is lekker dat je gewoon op een rustige manier de wedstrijd kan uitspelen. Dat je wat jongens rust kan geven zoals Jordi en nog wat andere jongens. Dus dat is mooi. Was die rust nodig na een pittige wedstrijd tegen Anderlecht? Nou ja, natuurlijk, één ding is zeker. We hebben veel energie moeten leveren afgelopen donderdag. En met goed resultaat natuurlijk. En dat maakt het niet minder op dat we vandaag ook gewoon weer erg scherp moesten zijn. Zeker omdat het gewoon een hele belangrijke wedstrijd was voor ons. Om gewoon weer de aansluiting naar boven te zoeken. En weg te blijven van die vijfde plek. Dus dat is mooi. Ja, jullie profiteren vandaag optimaal van de resultaten op de andere velden, toch? Ja, dat is inderdaad wat we moesten doen. En ik denk dat we dat op een hele volwassen en goede manier hebben kunnen doen. Ja. Nou, nu staat er een weekje niks, maar er zit ook een hele mooie week op. Hoe kijk je terug op de afgelopen week? Ja, heel blij natuurlijk. Goed afgesloten. Dat was sowieso denk ik heel belangrijk. Ik denk iets heel moois gedaan afgelopen donderdag. En inderdaad, wat ik zeg, gewoon heel goed afgesloten. En daar zijn we als team heel blij mee. Nu kunnen we iedereen weer zich focussen op het herstel. En kunnen we ons gaan klaarmaken voor Amsterdam uit. Maar een weekje niks, dat is misschien ook wel weer even wennen, zo na de winterstop. Ja, zeker. Ja, het is gewoon vooral heel fijn dat iedereen zich weer klaar kan stomen voor volgende week. En gewoon lekker kan uitrusten. En Koningsdag komt eraan, dus gewoon wat tijd voor familie en vrienden. Dat is ook wel eens belangrijk. Dus dat is mooi. En tot slot, morgen staat de finale van de Youth League op programma. Ga je daar nog even voor zitten? Ja, daar ga ik wel even naar kijken, ja. Ja. Wat dicht je de jongens goede kansen toe? Ja, ik denk het wel. Ze hebben afgelopen wedstrijden heel veel goede dingen laten zien. En dus ik gun ze alle geluk morgen.